Ja, vroeger had ik op een zonnige dag nog altijd een regengevoel. En vandaag, ja, kijk, is het een regendag en heb ik een zonnegevoel. Lijkt kort door de bocht, maar is echt zo fundamenteel veranderd door de jaren heen. Voor eerst dankzij een coach die, als ik midden in mijn burn-out zat, dingen in mij zag die ik zelf toen nog niet zag. Sindsdien ook door vooral ook heel veel te leren rond hoogbegaafdheid, rond positief discipline. Dus hoe ga je anders jouw kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. Mindset, growth mindset. Je hebt het potentieel. Even laten passeren. Fixed mindset is, je gelooft dat jouw hersenen bij de geboorte een rest vast liggen en dat je niet vooruit kunt. En dan vooral, de grootste impact was de 7 Habits of Highly Effective People. En daarin dan de eigenschap proactief zijn. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je eigenlijk elke dag de keuze zelf in handen hebt. En als jij ook zo'n hoogbehaafde bent die al tegen veel muren gebotst was, zich altijd wel een beetje de vreemde eend in de bijt heeft gevoeld, is het besef dat je de keuze in eigen handen hebt. En dat je kan groeien en dat je authentiek bent. En dan door die eigenschappen van hoogbehaafdheid ook te leren kennen, dat je ontdekt dat je eigenlijk in plaats van de rare in de groep, dat je de persoon bent die eigenlijk het meest vooruitziend bent in de groep. Als je dat dan kan combineren met een reeks tools en technieken, zodanig dat je samen met normaal begaafden, die dus op een ander tempo denken, anders kijken naar de dingen, maar meestal ook veel operationeler in slagen om het gedaan te krijgen. Dus als je dat allemaal kan combineren, dan word je van plaats, hè, een regenwolkje in de zon, word je echt een zonnetje in de regen. Want de combinatie van jouw talent om ver te zien en de talenten van jouw collega's om het ook te vertalen naar concrete stappen, zal zorgen dat je grote sprongen vooruit kan beginnen zetten. Wil je er meer rond weten en wil je er ook mee aan de slag gaan? Dan heb ik supergoed nieuws, want voor de Week van de Hoogbegaafdheid hebben we speciaal een eendagsessie, de bootcamp, waarin we en de COVID en de hoogbehaafdheidsmodellen en nog een reeks andere tools gaan gebruiken. Geen pure dag zitten en luisteren, geen pure theorie, maar echt praktijktools die je ook kan direct de dag zelf mee aan de slag gaan. Daarnaast ga je ook in contact komen met andere snelle denkers, waardoor dat je dat alien gevoel een stuk kan verliezen, omdat je gaat ontdekken dat je toch echt wel niet alleen bent in die situatie. Dat er zeker nog mensen zijn die voor diezelfde uitdagingen staan. Dus wil je echt dat het 365 dagen schoon weer wordt in meer of mindere mate? Wil je een positieve kijk op het leven en wil je vooral authentiek door het leven kunnen wandelen? En jou een stukje minder moeten aanpassen in negatieve zin aan de groep, maar op een authentieke manier kunnen functioneren in de groep? Wil je ook in contact komen met een groep van mensen die een beetje met dezelfde uitdagingen zitten en ook zo aan de slag willen met die kenmerken en ook een honger willen stillen eigenlijk ook om weer nieuwe dingen te doen, want veel van onze klanten hebben ook wel altijd de honger om weer nieuwe dingen te leren, bij te leren, te groeien. Dus wil je dat? Klik dan zeker op onderstaande link, kijk op onze pagina naar de extra info rond ons groepstraject. En denk je dat het misschien wel iets is voor u, maar ben je niet zeker? Of ben je wel zeker? Klik dan op de link, want gelijk hoe zal er een intakegesprek gekoppeld zijn aan de inschrijving, zodanig dat we zeker goed kunnen aftoetsen of dit aanbod hetgeen is dat jou vandaag het verst vooruit kan helpen. Ik zou zeggen, heel benieuwd om jou te ontmoeten. Wordt een pittige dag, ik weet dat, want elke keer die trajecten heb ik een paar dagen recup erachter. Want ja, jullie zijn echt wel een intensieve groep van snelle denkers dan. Dat wil zeggen, de pingpongballetjes vliegen tegen heel hoog tempo heen en weer. Maar het inspireert elkaar zo hard. Ik leer er elke keer zelf ook zoveel van. Dus tot dan, klikken en dan zien we elkaar. Doei!